Dames en heren, uiteraard maakt er een organiserende drum van vader Amantius uit. Zet ook een bos op haar eigen feestje niet ontbreken. Hoewel de Tattoo en Amantius, of de organisatie van de Tattoo in een stichting is ondergebracht, zijn de Tattoo en Amantius onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dames en heren, voor u staat aangetreden show and marching band Amantius uit Zertogenbosch. Een jeugdige drumfanfare welke ook nog een stageband en het jeugdorkest Jong Amantius binnen haar geleden heeft. Nog een jeugdorkest in haar geleden heeft. Tezamen telt deze vereniging ruim 150 spelende leden, welke actief deelnemen in deze orkesten of in opleiding zijn. Kinderen vanaf 7 jaar of ouder worden met behulp van een tiental eigen koop-, hout- en slagwerkinstructeurs opgeleid om een muziekinstrument te leren spelen. Wekelijks wordt er gerepeteerd onder leiding van Ton Peters, die tevens verantwoordelijk is voor de arrangementen die het orkest speelt. U gaat nu luisteren naar de nieuwe 2019 show met de naam The Legends Continue. Het is een vervolg op de show waarmee het orkest de afgelopen 2 jaar op menig tattooveld heeft gestaan. Ook nu weer zijn iconische songs tot één geheel samengesmeed. Legends van heel even geleden tot en met legends van nu. Soms in hun originele versie of anders even geleden. Oh sorry, soms in een originele versie of anders net als de opmars innuendo van Queen in een nieuw jasje. Het is een bijzonder kleurrijk geheel geworden waarbij menigeen bij het horen van de muziek terug zal denken aan speciale momenten in zijn of haar leven. Dames en heren, laat u zich de komende 12 minuten meeslepen tijdens de Legends Continues onder leiding van tamboemaître Martijn van Schadewijk. Is hier voor u show en marching band Amantius.
bepaalt een moment in time, zoals dat dan heet. Fijn dat wij er met z'n allen bij mochten zijn. Met de skyline van de Bos op de achtergrond en dan weten dat we in de Bos zo'n fantastisch show and marching orkest hebben als Amantius. Applaus nogmaals!